Schelstraat, een 17-jarige inwoner van Oud-Turnhout in België, is nu al 4 jaar een trouwe supporter van de Tricolores. Bij de Willem II-veiling won Schelstraat een bijzondere prijs. Als een echte VIP werd de Belg bij de club ontvangen en mocht hij zelfs op het veld naar de warming-up kijken. Maar hoe komt een 17-jarige jongen uit België nou terecht bij Willem II? Mijn moeder is uit Tilburg, die heeft daar gewoond. Mijn oom ook en mijn oom heeft mij een keer meegenomen. En sindsdien was ik meteen verkocht en ondanks dat ik in Oud-Turnhout woon, vinden wij het toch waard om die afstand te overbruggen. Wat zijn je mooiste herinneringen aan 4 Willem II, tot nog toe? Ik denk Groningen thuis, in de sneeuw, 3-0, was een prachtige wedstrijd. Mooie herinneringen. Ja, gewoon een leuke wedstrijd tegen NAC, altijd leuk thuis. Ik probeer ook wel volgend seizoen misschien, of dit seizoen nog meer uit de strijd te doen. Ik heb vorige keer de eindronde na competitie. Uit tegen Eindhoven volgens mij, weer bezocht. Dat was wel leuk, de smaak naar meer, dus hopelijk volgend seizoen ook gewoon meer uit de strijd te bezoeken. Elke week zie ik wel toch progressie in het spel en ja, je hebt 1 puntje, maar als je ziet welke wedstrijden je hebt gehad, zijn niet de makkelijkste ploegen. En ik wil het wel zien tegen Excelsior en de rest wil ik wel zien hoe ze gaan spelen. En ik heb er wel vertrouwen in dat ze misschien bij na-competitie, maar toch wel er gewoon in blijven. Toch wel. Wie is je favoriete speler van Willem II op dit moment? Swinkels toch wel. Ja, dus voor de meeste Tilburgers toch wel. Gewoon echt de jongen van de club en altijd voorop in de strijd. Dus dat is wel een favoriete speler, toch wel. Wilson, een landgenoot van je. Kennen jullie ook al van de Belgische competitie? Ja, hij speelde bij Genk geloof ik. En ik speel zelf voetbal in België ook, amateurniveau. Dus daar hoor je wel veel dingen ook. Ook dat ze Willem II wel kennen. Vooral door de historie ook wel. Dat is toch wel hoog aangeschreven staat, ondanks de afgelopen jaren. Maar toch wel dat ze wel een beetje naar opkijken, de Willem II toch wel. Je zegt net, je voetbalt zelf ook. Waar sta je in het veld? Spits. Spits, oké. Okay. Maak je veel doelpunten? Redelijk, maar het is meer assist, toch wel. Maar het is laag niveau, dus het is gewoon meer voor de gezelligheid en gewoon wat bier drinken achteraf. Dus dat is echt meer de gezelligheid. Ah, toch jammer, want we hebben eigenlijk wel een jongen nodig in de aanval die wat assist kan geven hier. Ja, op zich. Ik vind Richters wel goed ook hoor. En ja, Hutte. En het is natuurlijk heel jammer dat Wojciechowski, natuurlijk doodzonde, maar ja, het is zo. Dus. En ik vind dat de rest dat wel kan opvangen. Dus ik zie het wel, ja, het moet wel lukken voorin. Komt goed. Je hebt vertrouwen in dit seizoen, gaat het ze nog lukken? Toch wel, ja. Ik ben normaal, ik denk 8 wedstrijden onderweg nu of zo. Het is de 8e, ik weet niet precies. Maar ik denk dat misschien mits enkele versterkingen al zo mogelijk zou zijn met extra geld of iets. Dat je toch wel zeker erin kunt blijven. Dat moet toch wel lukken. Dat wel, zeker.